We praten over Europa, we praten over de EU, we praten over de positie van Nederland naar aanleiding van de Europese verkiezingen die morgen zijn. En rond de totstandkoming van dit debat van vanavond is al veel te doen geweest. Voor de helderheid, we hebben jullie beiden in een eerder stadium uitgenodigd en jullie beiden besloten de handschoen op te pakken. En dat ging ongeveer op de volgende manier. Als dit is wat je jouw kiezers voorhoudt, Thierry, dan moeten jij en ik nog voor de verkiezingen daarover in debat. Super. Nou, dankjewel. Hebben ze allemaal wel getekend? Ja, zeker. Heel goed. Maar geen opdracht erin? Nee. Nou, we hebben Mark Rutte zijn huiswerk meegegeven. Volgende week over horen. Ja, mooi dat hij het aandurft. Dus dat is positief. Wat ik wel wil, is dat het op televisie is. En niet zoals hij voorstelt op Facebook. Nog een keer mijn voorstel. Precies evenveel spreektijd voor ons allebei. Evenveel mensen in het publiek voor Forum voor Democratie en voor de VVD. Live uitgezonden op Facebook. Op televisie. Niet duiken, nu even gewoon man tegen man. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En ik zie uit naar een mooi debat. Ja, goed. U bent hier beide. Meneer Baudet, waarom besloot u uiteindelijk om erop in te gaan? Nou, ik heb niet per se iets tegen televisie, maar ik ben blij dat het ook op internet te zien is. Dus het is nu live te volgen op Facebook. Het is ook live te volgen, als ik begrepen heb, op YouTube. Dus iedereen die ongefilterd alle informatie tot zich neemt, de mensen die gebruikelijk die kunnen zelf op zoek gaan, die kunnen het gewoon ook via internet volgen. Wat staat er voor u op het spel? Nou, ik denk niet ontzettend veel, maar ik vind het wel heel leuk om dit debat te doen. Ik denk dat de meeste mensen in Nederland echt wel zo'n beetje weten waar wij voor staan. Maar ik hoop dat we dat opnieuw duidelijk kunnen maken. Ja. Mark Rutte, u zei de positie van Nederland in Europa wordt ernstig verzwakt als Forum de grootste wordt. Dat staat er dus kennelijk voor u op het spel. Ja, want als hij de grootste wordt morgen, dan heb je dus in het Europees Parlement een partij zitten. De grootste partij van Nederland. Dat is hij op dit moment bij de statenverkiezingen geworden. Dan zou zich dat kunnen herhalen morgen in Europa. Die vanaf dag 1 gaat proberen om daar met anderen coalities te vormen. Om Europa uit elkaar te scheuren. En er is heel veel niet goed aan Europa. Maar voor onze veiligheid en stabiliteit, om Nederland sterk te houden, heb je de Europese Unie wel nodig. Juist, dat staat er dus wat u betreft op het spel. De VVD richt zich in deze campagne ook nog behoorlijk scherp op Thierry Baudet. Laten we even kijken, een klein stukje. Ik zelf denk dat de Russische dreiging enorm wordt overdreven. Ik geloof daar allemaal niet zo ontzettend veel van, dat daar zo'n enorme dreiging van uitgaat. De commandant der strijdkrachten heeft tegen de Kamer gezegd: Rusland is op dit moment de grootste dreiging. Is dat voor u voldoende bewijs dat Rusland een gevaar is? Nee, dat is voor mij niet voldoende reden om dan maar dat klakkeloos aan te nemen, nee. Ik denk dat we moeten aanvaarden dat Rusland nu, in de wereld van nu, een bondgenoot moet zijn. Ja. De heer Baudet loopt constant weg voor de discussie over Russische dreiging. Ik snap dat niet. Het is heel erg op Thierry Baudet in zo'n campagnespotje. Waarom eigenlijk? Ja, omdat dat de twee grootste partijen nu de peilingen zijn en hij de kans loopt om morgen de grootste partij van Nederland te worden. Wat ik net zei, dan moeten mensen wel weten waar ze op stemmen. Dan moeten mensen weten dat achter deze vriendelijke man een hele hoop gedachten zitten. Bijvoorbeeld over, en we gaan er zo nog over praten aan de hand van een stelling. Een beetje naïef, een soort Rusland-knuffelaar is. Dan moeten mensen dan wel weten als ze op hem gaan stemmen. Want dat is schadelijk voor Nederland. Wij moeten als Nederland in Europa schouder aan schouder staan tegenover Poetin. Dat is de enige manier om Poetin onder controle te houden. Mark Rutte wil dus eigenlijk ook voor uw campagne voeren, net als Forum dat al voor zichzelf doet. Ja, er kwam de afgelopen dagen een kwade gedachte in mij op, die misschien wel niet waar is. Maar ik dacht ineens, waarom die obsessie met ons? En toen dacht ik, misschien wel omdat Rutte zijn beoogde job in Brussel niet kan krijgen als hij ons niet verslaat. Als in Nederland, net als straks in het Verenigd Koninkrijk, de eurosceptici het grootst worden, misschien dat hij dan wel niet door de poorten van Brussel kan om daar voorzitter van de commissie of van de raad te worden. Dat zou kunnen dat motief erachter zit. Ik vind het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat Forum ook de komende jaren niet de grootste partij van Nederland wordt, dat ik alleen om die reden al hier blijf. Ja. Verzeker. Goed. Dat zijn van die dingen, dat zijn van die blote, dat je denkt van ja, is dit nou goed of slecht nieuws, weet je wel? Misschien maar oké. Ja. Nou ja, we kunnen het vragen, is het een dreigement of een belofte? Ja. Ik blijf en hij mag inschatten of hij dat een dreigement of een belofte is. Goed. We hebben een klein stukje uit uw campagne laten zien. Nu een klein stukje uit de campagne van Thierry Baudet. Daar viel eigenlijk vooral het doorsturen van dit filmpje op. Mijn
Name ist Mia. Mein Name ist Maria. Mein Name ist Eva. Ich wurde in Kandel erstochen. Ich wurde in Malmö vergewaltigt. Ich wurde in Rotherham missbraucht. Und ich wurde in Stockholm überfahren. Die Täter lauern überall. Wenn wir im Park joggen gehen. Wenn wir abends von der Arbeit nach Hause kommen. Wenn wir an der Bushaltestelle warten. Wir sind nicht sicher, weil ihr uns nicht schützt. Weil ihr euch weigert, unsere Grenzen zu sichern. Wir sind die Töchter Europas. Ihr erinnert uns an jede Vergewaltigte, Missbrauchte, Ermordete und Vergessene. Wir werden sie euch und allen ins Gedächtnis rufen. Ja, Mark Rutte, u wordt eigenlijk een beetje mede verantwoordelijk gehouden voor de narigheid in dit filmpje. En u wist er ook nog van. Ja, het is niet heel smaakvol. En ik zag Baudet deze week zeggen in een tv-programma... ach ja, dat gaat best niet gewoest. Ik wist niet dat dat iets met de Tweede Wereldoorlog te maken had. Volgens mij hou je dan wel de Tweede Wereldoorlog erbij. Dat is gewoon niet slim, ik vind het niet chic. Maar wat ik nog ingewikkelder vind, is... we zijn in gesprek in Zuid-Holland en Flevoland... om ervoor te zorgen dat Forum meedoet in die colleges daar. Hè? Jullie zijn de grootste partij geworden in Zuid-Holland en in Flevoland. En wat je nu ziet is dat de ChristenUnie zegt... ja, wij gaan het college niet meer aan de meerderheid helpen. En dat snap ik ook nog wel weer. Dus nu zitten we in Zuid-Holland met een probleem... dat CDA, VVD en Forum geen meerderheid hebben. In Flevoland is er ook geen meerderheid. Dus dit soort ja, gepruts... je lijkt nu een grote politieke partij, Thierry. Dan kun je dat niet meer voorloven. Je moet ook echt verantwoordelijkheid nemen, ook als je de grootste bent. Ja. Ik zie het anders. Ik vind het probleem dat hier geagendeerd wordt zo belangrijk... dat ik niet vind dat je je kunt laten chanteren door een of andere partij... die vindt dat het taboe is om over deze problemen te spreken. Dit is misschien wel het grootste probleem, niet alleen van nu... maar van de komende generaties. De ontwrichtende gevolgen van de massale immigratie. Forum voor Democratie is een partij die daar echt iets aan wil doen. De VVD niet... Dat is gebleken in de afgelopen jaren. Als je kijkt naar gewoon hoeveel mensen naar Nederland mochten komen onder uw minister-presidentschap. Hoeveel mensen er nog veel meer naar Europa zullen gaan komen als de plannen van de Europese Unie doorgaan. En wij willen dit agenderen. En ik vind, we zijn nu al een jaar of 20 of zo met dit debat bezig sinds de opkomst van Fortuyn. En het gaat alleen maar elke keer over de toon. Elke keer is er weer iets mis. En dan gebruikt iemand een woordje waar dan weer 30 jaar geleden iets mee was. En dit is dan ook weer, mag ook weer allemaal niet. Dus Habe wanneer gaat het een keer over de inhoud? Wanneer houden we op met die gespeelde morele verontwaardiging? En dan is iemand weer onthutst. En dan zaten je veters los. En dan gaat het daar weer over. Het gaat over het grootste probleem van onze tijd, van onze generatie, namelijk de ontwrichtende gevolgen van de massale immigratie uit moslimlanden, die moet stoppen. En daar moet u ook iets aan gaan doen. Maak Rutte. Maak Rutte. En dat doen we ook door ervoor te zorgen dat we de vluchtelingen niet tegenhouden bij Venlo, wat gebeurt als we uit de Europese Unie stappen. Maar ervoor zorgen dat we ze tegenhouden in Spanje. Dat is de enige manier. Niet. Daarom sluiten we ook de deals met Turkije. Maar waar het mij hier om gaat, want we praten daar ook nog over migratie. Dan zal ik aantonen dat uw beleid ervoor zorgt dat de stroom alleen maar toeneemt. We kunnen toch nu over migratie praten? Ook prima, maar dan moeten we die stelling niet doen. Maak even uw punt. Maar waar het nu om gaat, is dat u de oorlog erbij haalt. Dat daardoor in Zuid-Holland, in Flevoland... colleges met Forum moeilijk te maken zijn. Jongens. Ik vind dat onverstandig en niet wat de grootste partij van Nederland zou moeten doen. Ik mag nu een aantal jaar die grootste partij leiden. U bent al sinds de laatste statenverkiezingen. Daar hoort verantwoordelijkheid bij. We moeten ervoor zorgen dat u het mogelijk maakt voor anderen met u te regeren. U maakt dat nu onmogelijk. De VVD zal u blijven steunen in Zuid-Holland en Flevoland. Ik denk het CDA ook. Maar het wordt lastiger die colleges te vormen. Dan zit u dadelijk piepend in de hoek. Oh, ik mag niet meedoen. Wat ben ik toch zielig? Nee, dat gebeurt is als je dit soort dingen doet. Genoeg hieraan. We zijn al begonnen, of u bent al beide begonnen met debatteren... maar dat gaan we nu doen aan de hand van een aantal stellingen. Voor de helderheid, alles mag aan bod komen, dat merkt u net al. Maar we debatteren aan de hand van 4 stellingen. Elk van u heeft er 2 ingebracht. En laten we proberen het debat zo toegankelijk en concreet mogelijk te houden. Het is ook al laat, zeker ook voor de hardwerkende Nederlander. En we zitten ook niet allemaal met een aantekenblok op ons schoot voor de televisie te kijken. Oké. Ja? Nou, nee, ik dacht, kijk, we kunnen nu dan naar een van de 4 stellingen gaan. Ja. Maar een van de 4 stellingen ging over immigratie. Ja, maar dan kunnen we die dan ook nemen? Want... dan zo. Laten we beginnen... kan, maar we kunnen ook nu de dynamiek vasthouden. We hebben het nu over migratie. Maar ben je bang dat we die kwijtraken?
Nee, maar wat ik zelf altijd verstorend vond aan politieke debatten die ik altijd wel gekeken heb, ja? Dat is dat het zo hak op de tak en dan moeten we weer stoppen. Weer een ander stellingje erin, ander onderwerpje. We hebben het nu over migratie. De heer Rutte zegt, ja, verantwoordelijkheid nemen is rekening houden met de ChristenUnie. Precies. Ik zeg verantwoordelijkheid nemen is rekening houden met al die slachtoffers van die immigratie. Punt dat is het verschil, dat is de discussie. En daarom moet je het door. Straks komen we echt bij dat onderwerp. Maar de eerste stelling komt van u zelf, Thierry Baudet. En nou, die luidt, de euro mondt uit in een transferunie, waardoor Noord-Europa tot in lengte van dagen moet betalen voor het zuiden. En met een transferunie wordt dan bedoeld een unie met één munt, waarbij de sterke landen eigenlijk moeten betalen voor de zwakkere. Zo is het. Ja. Het is eigenlijk als volgt. Als je één munt hebt met een gebied, op een gebied dat heel verschillende economieën heeft, dan lopen de conjunctuurcycli niet hetzelfde. Dan is het op een moment hoogconjunctuur in deel 1 van Europa, laagconjunctuur in een ander deel. En dat moet je compenseren. Dan wordt die munt ofwel te duur voor het ene deel en te goedkoop voor het andere deel. Dat kan alleen maar door geld over te maken van het ene deel naar het andere deel. Dat zien we ook gebeuren. Dat zien we in het klein in een land als België, waar Vlaanderen tot in lengte van dagen al moet betalen voor Wallonië. En dat zien we dus op grotere schaal in Europa. Dat gebeurt bijvoorbeeld door die kunstmatig lage rente van Draghi, van de Europese Centrale Bank, waardoor de Nederlandse pensioenpotten uitdunnen, waardoor de Nederlandse spaarders de dupe worden. En in Zuid-Europa is het ook helemaal niet goed, want die krijgen een soort kunstmatige economie die in stand wordt gehouden door geldinjecties van Draghi. En die kunnen dus eigenlijk nog steeds niet goed concurreren. Die hebben een munt die gewoonweg te duur is voor hen. Dus wat je zou moeten doen is die hele eurozone ontbinden, ontvlechten. Dan kan het zuiden devalueren, wordt het weer concurrerend. En kan het noorden de munt hebben die het verdient en ook de rentevoet die onze spaarders en onze gepensioneerden verdienen. Nou. Mark Rutte. U heeft absoluut een punt dat de dingen niet goed zijn aan de euro. U noemt bijvoorbeeld terecht dat sommige landen zoals bijvoorbeeld Italië en Griekenland er beter niet in hadden kunnen zitten. Ik ben het daarmee eens. En nou even wat er gebeurt als Nederland uit de euro zou stappen. Wat er dan gebeurt is dat in de eerste plaats er een groot risico is op speculatie. We hebben grote Nederlandse banken. Die hebben het niet ondervangen. Jawel, we hebben 2008 gezien. We hebben in 2008 gezien wat er gebeurt als grote banken dreigen om te vallen. Dan heb je een sterke euro nodig. Als we toen de gulden gehad hadden, dan was Nederland kapot gespeculeerd. Ten tweede, we zitten in een interne markt. Die interne markt functioneert mede omdat we een sterke munt hebben. Dat levert voor Nederland meer dan 2 miljoen banen op. Wat u doet door uit die euro te stappen, is risico's nemen met die meer dan 2 miljoen banen in Nederland. En tot slot, als je eruit zou stappen en de rest gaat door, en die kans is natuurlijk levensgroot, want waarom zou iedereen uit die euro stappen? Dat zou alleen Nederland dan doen, een nieuw plan. Dan zal Nederland met zijn nieuwe gulden onmiddellijk zich moeten verbinden met die euro. Dat betekent dat we nergens meer over gaan. Die euro, die Nederlandse gulden, blijft gewoon de euro volgen. Met andere woorden, er verandert niks. We gaan nergens over en we lopen grote risico's met onze export, grote risico's met onze grote banken. Dat moet je dus niet doen. Dus ja, het is echt heel onverstandig. Het is een tekentafeloplossing en die moet je voor Nederland niet doen. Je neemt grote risico's met onze economie. Er is veel historisch onderzoek naar muntunies gedaan. Er zijn sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds 1945, meer dan 60 muntunies geweest die zijn ontbonden. En in alle gevallen, zonder enige uitzondering, was na een korte tijd van enige onrust. Hoe ga je dat dan doen? Herstelde de economische groei. En dat is ook heel logisch. Het is heel, heel makkelijk te verklaren waarom dat zo is. Omdat als je namelijk je eigen munt hebt als land, dan kun je monetair beleid voeren dat aansluit bij jouw eigen economie. Hoe zou je als Nederland dat doen? Stel nou, we stappen eruit en de rest blijft overeind. Hoe gaat dat dan verder? Nou, waarschijnlijk is er zijn talloze scenario's hiervoor. Er zijn ook allerlei. Nee, maar toch even. Ik ga er ook binnen. Maar als het valt meteen in de reden, dus dan kan ik het niet uitleggen. Er zijn talloze scenario's voor. Er zijn talloze economen, ook groepen economen, die verschillende scenario's hebben ontwikkeld. En ik kan u een geheimje vertellen, wel degelijk. Ik kan u een geheimje vertellen, ook op het ministerie van Financiën. Totdat Dijsselbloem aantrad, was er gewoon een prachtig plan B. Wat je moet doen is, waarschijnlijk de eerste zoveel jaar, inderdaad, daar heeft u gelijk in, de euro dan schaduwen. Dus je één op één, zoals de Zwitsers ook gedaan hebben. Dat kan gewoon. En geleidelijk aan ga je een bandbreedte van wisselkoersen introduceren. Maar op dag één dat u uit de euro stapt en de rest gaat door, is er een kapitaalvlucht. Hoe lost u dat op? Je krijgt geen kapitaalvlucht. Nee, krijg je wel. Je kunt de euro blijven schaduwen. Dat heeft Zwitserland ook gedaan. Daar was ook wel degelijk. Ja, Zwitserland heeft, maar die zat niet in de euro. Maar als wij uit de euro gaan, voorspellen alle economen dat er een kapitaalvlucht komt uit Nederland. Dat is zeer schadelijk. Nee, het zou alleen Nederland kunnen werken naar Nederland. Het zou alleen kunnen werken als de Duitsers en de Fransen en de anderen er ook uit gaan. Nee. Dat gebeurt niet. Het tweede is niet waar. Wat doen we met de Nederlandse banken?
En het is jammer, want het wordt nu een beetje gehakketak. Maar er zijn talloze muntunies geweest die ontvlochten zijn. Een ander voorbeeld is Tsjechië en Slowakije. 1992, we hadden vorige maand nog Václav Klaus, de gast bij ons Renaissance Instituut. Die heeft dat destijds georganiseerd, als minister van Financiën. Dat zijn zulke kleine economieën. We hebben hier over een economie van 500 miljoen mensen. Een eurozone van 400 miljoen mensen. Het principe maakt niet uit. En daar stapt Nederland dan uit. Moet je eens kijken welke risico's je neemt. U bent eigenlijk terechtgekomen bij een stelling waar we later nog op terug zouden komen. Namelijk die Nexit. Hè, want dat zou het gaat echt puur over de euro. Ja, dus maar dat je is kunt, bij u de eerste stap. De euro uit. Je kunt heel goed een muntunie ontvlechten. Er zijn talloze mogelijkheden voor. En weet je wat een beetje tragisch is? We hebben het nu... Dus enerzijds gaat het over wat u denkt dat de risico's zijn die verbonden zouden zijn aan eruit gaan. Maar daardoor zijn we handig weggegaan bij het eigenlijke punt van de stelling. Namelijk de risico's van erin blijven. De kosten daarvan zijn hoe dan ook astronomisch. De heer Rutte zegt... Laten we er voor het gemak dan ook even nog in blijven. De heer Rutte zegt het is gevaarlijk om eruit te gaan. Precies. Maar als we erin blijven, dan hebben we hoe dan ook... de last van heel Zuid-Europa tot in de eeuwigheid op onze schouders. Dat is alleen. Dat is waar u mee speculeert. Maar daar... Mark Rutte. En daarom is het cruciaal dat onderdeel van het eurosysteem is dat iedereen zijn eigen broek ophoudt. Dat is ook precies wat we op dit moment doen. Dat we dus geen risico's nemen met landen als Italië. We hebben Griekenland gezien als dat nog niet geregeld was. Dat is nu veel beter geregeld. Daar zijn zeker nog risico's. Maar als je eruit stapt met onze grote export... met onze economie, dan nemen wij heel grote risico's. En ik vraag u nogmaals, wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze banken? Onze banken zijn 3-4 keer onze economie. Wat zou er nou gebeuren als in 2008 Nederland de gulden gehad zou hebben? En op dat moment de banken waren omgevallen. We hebben het nu gered dankzij het feit dat we onderdeel waren van het eurosysteem. En dan hadden we dat zonder de euro moeten doen. Die gulden was kapot gespeeld. Maar laten we die toch crisis even was wat überhaupt niet zo geweest. Laten we toch even... Meneer Baudet, kijk naar... teruggaan naar de huidige situatie. Kijk naar Denemarken, naar Tsjechië. In die huidige situatie gaat het erover dat wij betalen... als zeg maar in deze muntenunie. Het noorden betaalt veel voor het zuiden. Op dit moment niet. Wat zegt u? Op dit moment niet. Hij schetst het risico. Hij schetst wat Baudet doet. En dat snap ik heel goed. Dat is ook terecht. Hij schetst een risico. Dat risico is er. Het is nu al zo. De rente is 0%, meneer Rutte. Al jaren. Dat betekent dat onze pensioenspaarders... zijn gewoon heel veel geld kwijt. Gaan opgegaan. In lucht, doordat die rente nul is en de inflatie 3%. Die lage rente heeft voor en lage rente heeft nadelen. Wat u doet, is Nederland alleen, want dat is uw voorstel, uit de euro trekken. Dat betekent dat u het raam uitspringt en hoopt dat u onderweg vleugels krijgt. Die vleugels krijgt u niet. Het gevolg is dat Nederland zwakker wordt buiten die euro. Met onze grote banken, met onze economie, u neemt een risico met meer dan 2 miljoen banen. Ik ben dat niet van plan. Ja, juist. Ik denk, het punt over die euro is lijkt mij hier wel gemaakt. Maar het punt is nog niet gemaakt over het noorden betaald voor het zuiden. U zegt dat is op dit moment niet aan de hand. Hoeveel geld krijgen wij nog van de Grieken? Wij krijgen van de Grieken, als eurosysteem krijgen we nog steeds veel geld. Dat gaat heel veel tijd kosten. Nederland zelf zit voor enige miljarden in de dekking van dat Europese vangnet. Ja. Maar 2,2 miljoen banen. Ja. Dat is tientallen miljarden voor de Nederlandse economie. En dat is het risico wat je neemt als je de euro verlaat. Ik vraag u dat omdat ik geloof dat we nog 14,6 miljard als Nederland alleen al krijgen van de Grieken. Ze moeten nog beginnen In de afgelopen 150 jaar of zo is Griekenland iets van 80 keer failliet gegaan. En dat gaat door. Dus, want van Grieken gaan we geen Duitsers maken. Van Italianen gaan we geen Duitsers maken. Het is eerder, dus meneer Rutte zei dat ik de oorlog erbij haalde. Maar het is eerder gebeurd dat we van heel Europa Duitsers probeerden te maken. Dus mislukt. Nee. De euro doet hetzelfde. De euro is eigenlijk een project. Ja. Ik ben het ook met je... En ik zei al, het was ook veel beter geweest. De euro is niet perfect. Het was ook veel beter geweest als de Grieken en Italianen in hadden gezeten. Maar ze zitten erin. En voor de Nederlandse economie nu, de uitstappen... zonder dat de Duitsers en de Fransen eruit gaan... en die gaan er niet uit, dat verzeker ik u, die blijven erin... dan neem je met de Nederlandse economie een waanzinnig risico. Dat levert een risico op met onze banen. Dat levert risico op met onze economie, met onze investeringen. Dat moet je simpelweg niet doen. Je moet ervoor zorgen dat die euro een systeem blijft... waarbij iedereen zijn eigen broek ophoudt. Dat is wat we hier doen. Het gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Ten eerste, dat gaat niet gebeuren. Het gaat gewoon nooit gebeuren. Italianen, zoals ik zo zei, worden geen Duitsers. Katholieken worden geen protestanten, enzovoorts.
Dus één, het gaat niet gebeuren. Wij moeten tot in lengte van dagen blijven daar uit Europa. Twee, dat enorme risico wat u schetst met die zoveel miljoen banen enzovoort. Dat is nou precies het soort politiek die u mij verwijt, namelijk bangmakerij. Het is flauwe kul om op deze manier beleid te maken. Er zijn 65 muntunies ontbonden in de afgelopen decennia. Zonder enig probleem. Niet. We weten toch hoe het moet. Het kan. Er zijn talloze landen in Europa die niet de euro hebben. Tsjechië noemde ik al. Denemarken, Zweden enzovoorts. Die economieën draaien prima. Die drijven ook handel. Het is eenvoudig. Die hebben niet waar wat u die zegt. Die landen, bangmakerij. Laatste woord. Die landen. Die landen zoals Zweden en Denemarken hebben niet een bankenstelsel van een omvang als het Nederlandse bankenstelsel. 3-4 keer in onze economie. We hebben het een keer meegemaakt. In 2008, 2009 moesten we met elkaar die banken redden. Ik verzeker u één ding. Als wij toen de gulden gehad zouden hebben met die grote banken, dan was die gulden, dan was Nederland omgevallen. Omdat we in de euro zaten, konden we het nog enigszins redden. Kostte nog een hoop geld. We moesten de bank kopen, we moesten geld steken in ING. We konden het net redden. Als wij niet redden. In de euro hadden gezeten, politiek, hadden we die crisis politiek, helemaal niet gehad. Politiek is dus ook... Ja. Okay. Die crisis... Die crisis tot zover de eerste stelling. Die crisis was heel erg. Ja. Ja, u kijkt naar een speciale uitzending van Pauw vanuit de Rode Hoed hier in Amsterdam, waar Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet in debat gaat met VVD-voorman Mark Rutte. De volgende stelling is ingebracht door u, meneer Rutte. Wie de dreiging van Poetin, we zagen het net al even aan het begin van deze uitzending, wie de dreiging van Poetin niet onder ogen wil zien, is naïef. Ja. Ja, Thierry Baudet heeft een aantal keren iets gezegd over Rusland. Hij heeft bijvoorbeeld iets gezegd over het MH17-onderzoek. Hij heeft een brief gesteund aan Trump. Die zei dat onderzoek is niet objectief, is niet onafhankelijk en is niet van kwalitatief goede omvang. Daar zat ook een Duitse filosoof bij of journalist die zelf zegt: de Russen hebben niets te maken met dat hele MH17-drama. Hij heeft gezegd, ach, dat zei hij in juni vorig jaar, die inval in de Krim. Dat soort dingen gebeurt nou eenmaal. Hij heeft op geen enkele manier commentaar gegeven op het moment dat duidelijk werd dat bij de OPCW in Den Haag, dat was in april vorig jaar, gespioneerd werd door de Russische geheime dienst. Hij was een beetje het enige Kamerlid wat er niet op reageerde. En hij heeft gepleit voor het opheffen van de sancties. Wat je dan doet, is als Europa niet als één man op één lijn staan, één front vormen tegen Poetin, om ervoor te zorgen dat hij snapt, ik kan maar zo ver gaan. Ik heb 500 miljoen mensen tegenover mij staan. Wat je op dat moment doet, is die Europese eenheid verzwakken. En ook, en dat is misschien nog wel erger, de Nederlandse eenheid verzwakken op de strijd tegen MH17. Want het feit dat ik op dat punt, bijvoorbeeld in de eerste week na die vreselijke ramp, in staat was om 6 keer achter elkaar met Poetin te bellen en dingen voor elkaar te krijgen, in ieder geval onze mensen terug te krijgen, is omdat niet Mark Rutte uit het Nederland van 17 miljoen mensen belde, maar omdat Mark Rutte belde namens 500 miljoen Europeanen. Op dat soort momenten is de Europese eenheid cruciaal. En wat u doet, is naïef naar Rusland kijken. Kan je worden? Ja, ik... Ik ben het in principe eens met de formulering van deze stelling. Iedereen is naïef die welke dreiging dan ook niet ziet in het algemeen. Dus we hebben in de internationale politiek tal van dreigingen. De dreiging van China, de dreiging van Turkije, de dreiging van Amerika. Alle landen in de wereld hebben belangen. En die belangen komen soms overeen met de onze en soms niet. En dat betekent dat er dus permanente dreiging is in de internationale politiek. Dus ik ben het in principe eens dat je niet naïef moet zijn, dat je alle opties open moet houden en dat er geen vrienden en ook geen vijanden trouwens zijn in de internationale politiek, maar gewoon belangen. En volgens mij is dus de algemene stelling, ben ik het mee eens. Ik denk alleen dat wij tegelijkertijd ook realistisch genoeg moeten zijn om te snappen dat Rusland voorlopig nog wel even daar zal blijven liggen aan de oostkant. En dat we daar gewoon op een normale manier mee om moeten gaan. Dus inderdaad, die sancties die zijn ontzettend slecht voor de Nederlandse agrarische sector, voor de bloementelers, voor tal van ondernemers enzovoort. En als EU, als geheel, hebben we meer dan 100 miljard al misgelopen aan handel door die sancties. En of het iets helpt voor bepaalde politieke doelstellingen, ik denk eerder het tegenovergestelde. Het heeft een averechts effect. Dus dat is gewoon een hele onverstandige politiek. Daarnaast denk ik dat u ook, en ook uw minister Blok heeft dat gezegd, op zoek bent naar mogelijkheden om
zakelijk om te gaan met een land als Rusland. Daarom heeft u ook de Nord Stream 2-pijplijn, gaspijplijn, laten leggen. Of in ieder geval daarmee akkoord gegaan in februari. En ik denk dat dat ook een hele goede zaak is. Wij moeten op een normale manier met ons grote buurland aan de oost... De Nederlandse hoogste militair, dus ik ben geen generaal, die heeft gezegd... de belangrijkste dreiging die nu op Europa afkomt, is de Russische dreiging. U werd ermee geconfronteerd in het parlement, we zagen het net in het filmpje. En u zegt eigenlijk, ach, dat is ook maar een mening. Vorig jaar mei komt naar buiten dat het Openbaar Ministerie vaststelt... dat het Rusland is wat verantwoordelijk is voor die bukraket... dat die bukraket uit Rusland komt. Daar wordt een Kamermotie over ingediend om te zeggen... wij steunen dat onderzoek. Het is belangrijk dat Australië, Nederland en de andere landen... die samenwerken op één lijn zitten. U heeft die motie niet gesteund. Dus ik begrijp werkelijk niet wat uw politiek hier is. Blijkbaar wilt u proberen Poetin rustig te houden... door de leeuw af en toe lief te aaien. Maar laat ik u één ding verzekeren. In de internationale politiek wordt niet geknikkerd. In de internationale politiek gaat het ook om macht, gaat het ook om duidelijkheid. Als Europa niet één is tegenover Poetin... ja, ook dialoog, ook waar het kan zaken doen. Maar één in de sancties, één in MH17... dan zal hij proberen ons verder uit elkaar te drijven. En u draagt daar op dit moment aan bij. Okay. Ja, ik heb liever een premier die dit soort taal uitslaat naar Turkije en Erdogan dan naar Poetin. En trots is over de deal die hij zou hebben gemaakt met Erdogan en het idee dat dat iets zou hebben gedaan voor de immigratie, quod non. Maar goed. Ik denk niet dat dit soort oorlogsretoriek helpt. Ik zie inderdaad in Rusland niet een land, dat heb ik ook gezegd... dat morgen of overmorgen Nederland gaat binnenvallen. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat wij onze defensie op orde hebben. Dat is ook een groot verwijt dat ik heb naar de VVD. Dat namelijk onder uw bewind nog altijd niet de NAVO-norm van 2% wordt gehaald. Dus dat is iets wat wij als allereerste gaan veranderen. Ja. Ja, ik zie u knikken. Ik zie u knikken, dat bent u misschien met mij eens. Maar laten wij dan beginnen met morgen het bedrag dat wij anders aan defensie zouden moeten betalen... direct over te maken aan de Amerikanen. Want ik ben heel blij met de Atlantische Vriendschap. En ik denk dat wij heel veel aan de NAVO te danken hebben. Ik ben met u eens over die... Als u dat bedoelt met een belang van een bondgenootschap... dan ben ik het er misschien wel mee eens. Maar dat afschuiven op de EU is kolder, want de Europese Unie... is geen militaire macht. Zeker. Uw partij is in naam ook nog altijd tegen een Europees leger. Ook al vrees ik dat u, als u groot wordt en in het Europees parlement gaat zitten... dat u dan met uw al de groepen, u zit met Guy Verhofstadt, in één fractie. Dat moeten we niet vergeten. En die is voor een Europees leger. Kijk, dus ik denk dat u daar ook gewoon voor in gaat stemmen. Maar op twee punten is dat nog op niet twee zo. Zijn wij... Als we dan iets hebben... aan collectieve defensie, dan is dat dankzij onze transatlantische vriendschap. Zeker. En precies die stelt u in vraag door alsmaar niet aan die NAVO-norm te voldoen. Nee, dus ik begrijp werkelijk niet waar de gedachte dat de EU iets met Rusland zou moeten doen vandaag. Ik ben het met u eens op de NAVO-norm, ik ben het met u eens, geen Europees leger. Maar u probeert nu daarmee handig van het onderwerp weg te komen. Ik wil terug naar de stelling. Dus ik ben het met u eens op die twee punten. We moeten aan die NAVO-norm voldoen en ik wil geen Europees leger. Op die twee punten zijn we het eens. Januari vorig jaar waren het Russische gevechtsvliegtuigen... die ook zichtbaar waren in het Nederlandse luchtruim. Poetin, Rusland, heeft in 2008 Georgië binnengevallen... is in 2014 begonnen zich te bemoeien in Oost-Oekraïne... is inderdaad uiteindelijk de Krim binnengevallen, heeft de Krim bezet. Dit zijn allemaal feiten die ik niet normaal vind. En blijkbaar zegt u, ach ja... dat moet dan maar. Ik vind dat verder geen punt. En ik ben dan bereid, als u premier van Nederland zou zijn... om die Europese eenheid op dit punt te doorbreken. Nogmaals, dan bent u dus bezig om te proberen... die Russische dreiging te laten slapen, rustig te houden. Maar dat werkt niet. De enige manier om die Russische dreiging het hoofd te bieden... is door duidelijk te maken dat hier één front wordt gevormd. Dat een aantal waarden, dat je niet elkaars land binnenvalt... de mensenrechten, dat als er een vliegtuig wordt neergeschoten... dat je dan alles doet om in ieder geval de waarheid boven tafel te krijgen... dat soort waarden zijn niet onderhandelbaar. Die zijn niet onderhandelbaar. Thierry Baudet. Ik weet nog, u zegt net, je mag elkaars land niet binnenvallen. Ik weet nog dat uw partijgenoot Hans van Balen stond te schreeuwen op het Maidanplein. Ik bedoel... Het is wel heel selectief en heel hypocriet. En het is, kijk, natuurlijk is het zo dat er in die grote boze buitenwereld...
van alles en nog wat gebeurt. Van alles en nog wat gebeurt. We praten hier over de Russische dreiging, waarvan de hoogste Nederlandse militair zegt: dit is de grootste dreiging van dit moment. Ja. Maar. Er gebeurt van alles en nog wat. Meneer Baudet, meneer Rutte komt een aantal keren terug op de MH17. Dat is misschien toch wel. Nee, maar ik wil heel veel, als het mag, heel even dat punt maken. Want ik werd in de reden van. Kijk, er gebeurt een heleboel in de grote boze buitenwereld. Er zijn grensconflicten, er zijn grote geostrategische belangen. Bijvoorbeeld de Krim is zo'n groot geostrategisch belang voor een groot land als Rusland. Er zijn allerlei andere grensconflicten. Turkije, Noord-Cyprus, Marokko, West-Sahara. Het gaat noem het allemaal op. Nee, dat is niet. Dat is niet. En mijn vraag is, waarom is er die obsessie vanuit Europa om alles te concentreren op Rusland? En ik weet dat we de oorlog niet bij mogen gaan enzovoort. Maar er is een hele interessante analogie. Alle machtswellustelingen op het Europese terrein. Dus Napoleon, Hitler en Van Rompuy en Juncker en zo. Dus drie keer. Die zijn alle drie. Die zijn alle drie volstrekt geobsedeerd geraakt door Rusland. Napoleon moest en zou Rusland binnenvallen. Hitler moest en zou Rusland binnenvallen. En nu ook, die Europese machtswellustelingen die legitimeren de machtscentralisatie van Brussel, omdat er een heel grote vijand zou zijn. En ik zie die niet. Hier. Mark Rutte. Ja. Dit laatste helpt enorm, want hier komt de aap echt uit de mouw. Dus het is duidelijk, je bent de Rusland-knuffelaar. Maar ik heb nog één vraag. Die brief aan Trump, vlak na zijn verkiezing, waarin u zei, ja, MH17. Dat onderzoek is niet onafhankelijk en dat onderzoek is niet grondig genoeg. Het feit dat u vorig jaar die motie niet steunde, die zei die bugraket komt uit Rusland, dat is nu overtuigend aangetoond. Bent u bereid Trump een brief te sturen en te zeggen, ik had toen die brief niet mee moeten ondertekenen. Al helemaal niet met de Duitse journalist eronder die zei, Rusland heeft niets te maken met MH17. Bent u bereid een brief aan Trump te sturen om te zeggen, dat is een fout, ik zet dat recht. Nou, ik ben eigenlijk enorm enthousiast over meer contact met Trump in het algemeen. Maar deze brief? Dit onderwerp, bent u bereid juist niet zo'n brief te sturen? Nee, omdat ik achter mijn vraagtekens sta die ik gesteld heb bij het JIT. Over de onafhankelijkheid van het onderzoek? En dat is heel simpel vanwege het feit dat Oekraïne een van de mogelijke daders van deze situatie, een van de ook aanklager is van dit JIT. Echt, meneer Baudet? Ik heb ook gezegd in het dieptepunt in het debat. Oh, dat weten we nog helemaal niet. We zijn nog al half onderweg. Dan is dit het eerste dieptepunt in het debat. Maak zich maar geen zorgen. Dat is dit het eerste dieptepunt. U krijgt genoeg kans om morele verontwaardiging te spelen. Het komt echt nog wel. Er komen genoeg kansen. Maar het is heel belangrijk. Het is heel belangrijk om dit punt goed te maken. Want ik heb gezegd toen de onderzoeksresultaten van de aanklager bekend werden. In mijn ogen ziet het er overtuigend uit, heb ik gezegd. En ik ben van harte bereid om met kritische aandacht dit allemaal te volgen. Het oordeel is in Nederland, en het hoort ook zo in de rechtsstaat, aan de rechter. Het is eigenlijk niet aan politici, dat is eigenlijk standaardprocedure, om te zeggen, dit van tevoren al in een zaak, wij gaan nu al een oordeel vormen. Het is aan de rechter. Dus dit is zwak. U gaat nu ineens heel formeel maar over de spreiding der machten. Heel, maar wacht even, ik maak het u even heeft af. Vorig jaar die motie niet gesteund. Daarmee heeft u het front van Nederland gebroken. De op dat moment grote partij, inmiddels grootste partij van Nederland, heeft niet een motie gesteund die zegt, nu is overtuigend aangetoond, die bugraket komt uit Rusland. Ik vind het niet en u blijft dat gewoon vasthouden. Nee, omdat nee, ik niet vind dat het aan de politiek die u zelf is. Heeft ingediend was gegronde aanleiding om het aan te nemen, maar niet overtuigend. Precies. Ik vind dus dat het niet aan de politiek is om vooruit te lopen op een rechtelijke uitspraak. Volgens mij is dat zeer goede praktijk in elk democratisch land. Wij hebben wel gezegd, wat ons betreft is er gegronde reden. Dus wat ik heb en gezien gaat u een brief van Trump aan resultaat. Trekken. Dat klopt, omdat ik vind dat het onjuist is dat Oekraïne, het land op wiens grondgebied dit gebeurd is. We hebben nog steeds de primaire radarbeelden niet. Waarom was het luchtruim niet gesloten? Waarom vloog dat vliegtuig daar? Er zijn een heleboel vragen. En dat is aanklager in het JIT. Heeft een vetorecht met het toelaten van bewijs. En dat genoeg wat hierover. Doet. Genoeg hierover. Het is duidelijk, de brief aan Trump komt er niet. Tot zover de tweede stelling. Ja. Jullie zijn af en toe fysiek gesproken wat dichter bij elkaar gekomen dan.
Maar daar houdt het ook wel eens een beetje mee op. Misschien kunnen we daar wat aan doen. Hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk, Mark Rutte? Niet zo goed nog. Niet zo goed. Nee, zijn er nou van die momenten dat... Nog, denkt, hè? Hij zei nog. Nog, ja, ja, ja. 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 Dit is maar zo'n avond helpt wel. Ja. Je ontdekt weer een hoop van elkaar. Wat zou u nou altijd willen weten van Thierry Baudet, maar durft u nooit te vragen? Nou, er zijn wel een paar dingen. In eerste plaats, meneer Baudet, in ons vak in de politiek heeft alles te maken met leiderschap. En in die bijna 9 jaar dat ik nu premier ben, denk ik er ook vaak over na. En mijn conclusie is, leiderschap als een consequente rode draad is altijd weten waar je naartoe wil. Ervoor zorgen dat het team goed is samengesteld en ervoor zorgen dat de cultuur in het team zodanig is dat je elkaar op gedrag aanspreekt, dat je problemen oplost. Ik ben heel benieuwd naar uw definitie van leiderschap. Leuke vraag. U bent voor het antwoord, hè, nu? Nou, in aanvulling op deze drie aspecten... denk ik dat het ook leiderschap is om tegen de stroom in te durven gaan. Op het moment dat jij, als misschien wel als enige of een van de weinigen... die tegenslag durft over je heen te laten gaan, omdat je weet dat het juist is wat je doet. Dus een moreel kompas. Precies dat element wat ook... Ik bedoel, ja, je moet niet te ver voor de troepen uitlopen natuurlijk, want dan sta je alleen. Maar dat is natuurlijk wel een heel gevoelig aspect van leiderschap. En dat is iets wat ik bij u dus ook bij uitstek mis, overigens. Het gaat natuurlijk ook niet over u nu, maar over mij. Maar ik vind een echt... over u, ja. Ja. Maar ik vind, als ik naar uw hele loopbaan kijk... tegen windmolens, nu klimaatkampioen, tegen de EU, nu eigenlijk EU-kampioen, tegen immigratie, maar immigratierecord na immigratierecord gebroken. Dus ik zie in u meer een volger dan een leider, eigenlijk. Ja. Goed. Ik kan u één ding verzekeren, meneer Baudet. Premier van Nederland zijn is all about leadership en niet overvolgen. Het is vooruitlopen, risico's nemen en altijd kop in de wind. Wanneer heeft u nou echt een risico genomen op een standpunt wat moeilijk lag, wat nieuw was, wat impopulair was, waar u echt zei, dit geloof ik en hier ga ik voor? U bent er net zelf over begonnen. In 2016 was Nederland voorzitter van de Europese Unie. Hongarije had de grenzen gesloten, maar het bleek onvoldoende. Er bleef gewoon een grote stroom vluchtelingen door Europa lopen. En op dat moment, wij waren voorzitter, zijn we met de Duitsers gaan zitten en gezegd... luister, Erdogan is niet onze meest geliefde bondgenoot. Maar de enige plek waar Syrische vluchtelingen kunnen worden opgevangen, is daar. Toen ben ik, met grote tegenstand hier in Nederland, met grote tegenstand in Europa... ben ik ermee aan de slag gegaan, samen met Merkel uiteindelijk namens 500 miljoen Europeanen die deal gesloten. Dat was... ook in de Europese Raad zeer impopulair. Begin maart kwamen we terug, 2016, en men zei daar, dit gaan we niet doen. Kijk alleen naar het conflict Cyprus, Griekenland, Turkije, alle problemen die er in de Europese Raad speelden. 2 weken later is het gelukt om de handtekening onder de deal te zetten, en toen is de instroom van Syrische vluchtelingen met 95% teruggelopen. Ja, dat is... Dat is... Dus je daarop ingaan. Ja. Ja, we hebben het hier... even op ingaan. We hebben het hier... We hebben het hier over... persoonlijk leiderschap. Over de immigratieagenda komen we zo te spreken. Dit was een voorbeeld van, ik ben op verzoek van Thierry Baudet tegen de stroom ingegaan. Ja, maar misschien heeft Thierry ook nog wel een persoonlijke vraag voor u. Als u mocht u geïnteresseerd zijn in de persoon, Mark Rutte. Absoluut. Bereid te beantwoorden. Ja, wanneer heeft u voor het laatst gehuild om iets dat in uw privéleven is gebeurd? Ik heb gehuild toen mijn vader overleed. Ik heb gehuild toen mijn broer overleed. Ik heb gehuild toen recent mijn oudste zuster overleed. Dat zijn zeer emotionele momenten. En wanneer was dat, uw zus? Wanneer was dat het laatste? 4 geleden. 4 maanden geleden. Gecondoleerd. Ja. Ik weer? Nou, u zei, ik heb er ook nog wel een. Jazeker. Ja. Wat mij fascineert... Onze taak volgens mij als politici is het land veilig en stabiel houden. Zorg dat de banen zijn, dat het land veilig is, dat we vooruit kunnen. En op een of andere manier zie ik u steeds flirten met hele extreme ideeën. U praat over de boreale wereld. U praat over homeopathische verdunning. En nog deze week zagen we een aantal uitspraken van u over vrouwen. Waarbij u zei, ja, vrouwen zijn minder ambitieus. Vrouwen stemmen meestal links.
Vrouwen excelleren niet en ze zijn eigenlijk altijd bezig met gezinsdingetjes. Ik was zo benieuwd, gewoon, waar komt dat vandaan? Waar die behoefte om dit soort raljerende, extreme teksten te uiten, u aan de rand van het debat te plaatsen, wat niets helpt, wat mensen tegen elkaar opzet. Waarom doet u dat? Ik herken me niet in dat beeld dat u schetst. Dus die uitspraak over die vrouwen heeft u niet gedaan? Ik denk dat de reactie in Nederland heel snel is van... oh, dit is iets extreems. Oh, dit mag je niet zeggen. Of oh, er wordt iets van gemaakt dat dan heel onherkenbaar eigenlijk is met wat datgene wat ik heb gezegd en wat ik heb willen zeggen. Dus wat ik eigenlijk vooral daaruit, de les die ik daar vooruit trek, is dat de marges van het debat in Nederland ontzettend smal is. En wat ik nog meer storend vind, is dat als je daar op een of andere manier voorbij gaat, dat men het moreel verontwaardigde vingertje heft. En volgens mij... Oh nee. Ik heb een enorme hekel aan moreel verontwaardigde vingertjes. Dat ben ik totaal met u eens. Maar wat u zei over vrouwen heeft niks te maken met een moreel verontwaardigd vingertje. U zei over de helft van Nederland dat ze minder ambitieus zijn, minder excelleren, dat ze met gezinsdingetjes bezig zijn. En dat ze, dat misschien nog wat ergst, ook nog links stemmen. Nou, ik hoop dat dat niet klopt. Dat heeft u gezegd. Maar beantwoord je nou gewoon. Dat is toch een bizarre uitspraak. Of kun je het onderbouwen? Is het waar? Waar haalt vandaan? Waar komen dit soort idiote ideeën vandaan? Ik ben zo benieuwd. Wat is er misgegaan privé dat dit... Ja. 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 De persoonlijke vraag. Zo meteen gaat u nog vragen wanneer ik voor het laatst gehuild heb. Dat, Nee, dat vind ik een te persoonlijke vraag. Maar. Ja. Ja, nogmaals, ik denk niet dat mijn neiging is om... Waar komt uw vrouwbeeld vandaan? Dat is eigenlijk wat meneer vraagt. Vraag mij erom, waar komt uw vrouwbeeld vandaan? Ik ben dol op vrouwen. Onze partij is de meest vrouwvriendelijke partij van Nederland. En vrouwen zijn ook dol op ons. Ja. Ik krijg geen antwoord, maar goed. Hebben we ze gehad, de persoonlijke vragen? Of zegt u van, ik er brandt er nog één? Ja? Oké. Doe maar. Als ik aan u denk, dan denk ik aan een beroepspoliticus. Iemand die zijn hele leven eigenlijk met politiek is bezig geweest. Vanaf jongs af aan, JOVD en alles wat daarop gevolgd is. Ik noemde al dat als ik aan de standpunten denk die u heeft geventileerd, dan zie ik een enorme ontwikkeling daarin, zullen we maar zeggen, op zijn meest positiefs gezegd. Dus eigenlijk heb ik het gevoel dat u heel erg met de wind van het moment meewaait. En dus iemand bent die primair geïnteresseerd is in uw hele leven om gewoon de manager te zijn. De politicus te zijn die aan het roer staat. Maar waar dat schip dan heen vaart, dat is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Dus ik zie in u geen man met een missie, maar een man die graag politicus wil zijn. Okay. En nu de vraag? En de vraag is, wat zou u nou geworden zijn als u niet politicus had kunnen worden? Pianist. Maar ik had te weinig talent, dus ik heb het niet gedaan. En ik ben, na mijn studie heb ik eerst 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Ik moet iets vertellen over mijn familieachtergrond. Ik kom van bescheiden afkomst. Mijn vader is iemand die me heeft bijgebracht dat er niemand boven je staat en niemand onder je staat. Je kijkt niet neer op de vuilnisman, je kijkt niet op naar de professor. En mijn moeder, ze leeft nog steeds, ze is inmiddels behoorlijk op leeftijd, heeft mij bijgebracht altijd naar de dag van morgen te kijken. Optimistisch te blijven en te blijven geloven in het goede in mensen. Toen ik premier werd van dit land, zaten wij in een van de grootste crisis van na de Tweede Wereldoorlog. Toen moesten wij onwaarschijnlijk moeilijke maatregelen nemen met het hele land. Daar zijn we gelukkig doorheen gevaren. We zijn erin geslaagd om uit de crisis te komen. Het land groeit weer. De werkloosheid is historisch laag. Het aantal banen is historisch hoog. Ik zou nog veel meer lastenverlichting willen. Nog veel meer geld om te investeren in politie en onderwijs. Maar we doen nu op dit moment heel veel omdat we met z'n allen door de crisis zijn gegaan. Om dat te doen, om met een kabinet, twee kabinetten, eerst met de PVV en het CDA, toen met de Partij van de Arbeid, dat voor elkaar te krijgen, is all about focus. Weten wat je wilt. Leiderschap. Puntje aan de horizon. Heeft niets te maken met meewaaien met winden. Heeft alles te maken met koers houden. En dat heb ik gedaan. Duidelijk.
Wij gaan door met de volgende stelling in deze speciale Power-uitzending. Waarin Mark Rutte en Thierry Baudet met elkaar in het duel aangaan. Meneer Baudet, de volgende stelling is door u ingebracht. De open grenzen van de EU leiden tot onbegrensde immigratie, wat desastreus is voor Nederland. Ja, dat is ook zo. Deze stelling, hier ben ik het helemaal mee eens. Wat zou ik jij nog over kunnen zeggen om het duidelijker te maken? Desastreus misschien. Kunt u zeggen, wat maakt het desastreus? De immigratie die we krijgen deze kant op vanuit Afrika, het Midden-Oosten, staat volstrekt haaks op onze cultuur, op onze waarden, op onze manier van omgaan, op onze tolerantie en liefde voor vrouwen enzovoort. En dat moet dus stoppen. En dat gaat niet gebeuren op Europees niveau. Ten eerste omdat als je open grenzen hebt en je moet het alleen maar aan de zuidkant tegenhouden, dan heb je een soort prisoners dilemma. Die zuidelijke landen die hebben helemaal niet een belang bij om dat te doen, want die mensen reizen toch door naar het noorden. En ten tweede, omdat we het niet eens zijn. Als je kijkt naar politici die in andere landen worden verkozen, bijvoorbeeld Angela Merkel in Duitsland, Macron in Frankrijk enzovoorts, die zijn niet zo tegen immigratie als wij dat in Nederland zijn. Dus we hebben dan te maken met een Europees politiek gemiddelde waarbij gewoon nog veel meer immigratie deze kant op komt. Dus de enige manier om het te stoppen is door het nationaal te doen, onze grenzen weer te gaan controleren. Dat betekent niet per se helemaal sluiten. Dat is echt iets anders. Maar we gaan ervoor zorgen. Maar wat dan wel? Nou, we gaan ervoor zorgen dat alleen de mensen hier komen die iets komen brengen. Maar als je de grens niet helemaal sluit, hoe doe je dat dan? Doe je door de grenzen te controleren. Dus door weer bijvoorbeeld. Ja, maar door weer bijvoorbeeld grenswachten te hebben. Maar dan sluit je en dus ook. Nee. Want een goede grens is als een deur of als een kraan die kan open en dicht. Ja. Dus uiteindelijk kan ik nog steeds naar binnen. Nou, u kunt nog steeds uw reisjes naar Brussel maken. Dan en dan kunt nog u ook weer terug. Ja. Ja. Ik ben Nederlander. En je kunt heel slim. Kijk, het argument over waar we handelen zoveel enzovoort. Wat doen al die vrachtwagens dan? Dat gaat totaal niet op. We hebben ook een hele grote haven in Rotterdam. Daar komen heel veel producten binnen van buiten de EU. Heel veel daarvan worden gepre-cleared in het land waar ze vandaan komen. Er zijn bepaalde vignetsystemen waardoor erkende verhuizers makkelijk 75% spullen kunnen komen ophalen. Dus het grootste deel van de spullen die in Rotterdam binnenkomen, die worden helemaal niet gecheckt. En dat kunnen we ook doen met de grens met Duitsland en België enzovoorts. En toch kun je het goed controleren. Die techniek hebben we. Dat kun je gewoon introduceren aan de grenzen. En dan kun je tegelijkertijd alle illegale immigratie die je niet wil tegenhouden en zorgen dat de mensen die hier wonen veilig blijven. 75%. Mark Rutte. 75% van onze handel is in Europa. Daar hangen direct een paar miljoen banen mee samen. We hebben totaal zo'n 9 miljoen banen in Nederland. 2 miljoen banen komen door onze handel. Dat is één. U neemt grote risico's met die banen. Nee, dat heeft helemaal niks tweede, mee te maken. Ja, doet u wel. Dat sleept u de hele tijd bij. Het heeft er niks mee te maken. Dat heeft zelfs Geert Wilders toegegeven dat een grenssluiting leidt tot. Als zelfs Geert Wilders dat toegeeft. Nou, Caroline, om u te overtuigen. Tweede. Er is een enorme migratiedruk. Dus we moeten afspraken met Turkije ook maken met landen in Afrika. Nee, we hoeven helemaal geen afspraken te maken. Dat moeten we wel doen, want dan houden de mensen daar. Als we ze namelijk naar Europa laten komen en we houden ze niet tegen daar, of tenminste bij de grens met Italië en Spanje, u wilt ze nu tegenhouden bij Venlo. Dat is een kansloze operatie. En u zei net iets over Frankrijk en Duitsland. Dat is daar kansloos aan. Dat is kansloos, omdat ze op dat moment al helemaal hier zijn. Je moet dus zorgen dat ze überhaupt Europa niet inkomen. Je moet de grens van Europa sluiten. Kijk, ik ben er helemaal niet. Ik ben er helemaal niet. En je hebt daar dus die Europese. Wil ik even afmaken. Je hebt er dus die Europese Unie voor nodig. Nogmaals, de Europese Unie, we komen er zo nog over te spreken. Er is een hoop mee mis. Maar je hebt die samenwerking in Europa nodig. Ik was een paar jaar geleden bij Macron, vorige week bij Merkel. Dit zijn grote landen die zich buitengewoon grote zorgen maken over de migratiedruk. Daar werken we nu intensief mee samen om mensen die hier niks te zoeken hebben terug te sturen naar landen als Marokko en Tunesië. Daar werken we intensief mee samen om migratiedeals te sluiten in Afrika. Daar werken we intensief mee samen om ervoor te zorgen dat Oost-Europa ook zijn verantwoordelijkheid neemt, als er toch nog vluchtelingen zijn, om die in Oost-Europa op te vallen. Het enige deel dat van is Europa, hoe je in Europa, in die samenwerking, even afmaken, hoe je in die samenwerking met elkaar verstandige politiek voert. Als je Nederland terugtrekt op een eiland, schaden we onze economie en de kans dat vluchtelingen hier naartoe komen neemt alleen maar toe. U neemt een risico met Nederland, u verzwakt het land. Terry. Het enige deel van Europa dat in mijn ogen zijn verantwoordelijkheid nu neemt, is Oost-Europa. Want dat houdt namelijk iedereen tegen. En laten ze
En dat is wat ze wij laten ook ze moeten doorlopen doen. Naar West-Europa. Dat is het probleem. Nee, maar wij moeten ze ook tegenhouden. Ja. Maar dan moet je toch om te beginnen ervoor zorgen dat je aan de buitengrenzen de zaak tegenhoudt. En wat jij wilt, is de buitengrenzen. U wilt die buitengrenzen feitelijk. U verwijt mij dat ik droom, maar u droomt zelf, want het gebeurt niet. Het gebeurt niet. En dus moeten wij het zelf doen. En ik wil helemaal geen deal sluiten. U wilt allemaal... Wij houden ze gewoon tegen, punt. Ja, maar dat lukt. Klaar. We hebben geen deal sluiten. De tragiek is... Wij zijn Europa. Ja, zeker. Wij zijn Europa. Maar de tragiek is, dat lukt dus niet. Als ze eenmaal hier bij de grens staan... Je houdt ze gewoon en tegen. Je hebt ze niet bij de grens van Europa tegengehouden. Wat ik net zei over die afspraken met Turkije, over de Syriërs... Dat heeft geleid tot een afname, ik zei het net, van 95% van dat die asielstroom. Ja, dat is niet waar. 95% en wij hebben iedereen is die afgenomen. Nu en kijkt, zo moet je dat doen. En dat kan alleen als je dat met Europa als geheel doet. Op Twitter plaatsen wij nu een grafiek die laat zien, met een tijdlijn... Het is heel belangrijk, de afname van toestroom van mensen... en een tijdlijn met de hekken van Orbán, het hek van Oostenrijk... het hek in Macedonië. En dan komt daar nog even helemaal aan het eind de deal van Rutte... waar hij nu mee strijkt. Maar dat heeft helemaal niet het beslissende effect gehad. Het zijn die hekken die geplaatst zijn. Van al die hekken? En dat is dus ontzettend goed geweest. Van al die hekken? En wat doet u? U leidt de procedure, de EU-procedure, om Hongarije te beboeten dat het dat gedaan heeft. Nee, dat land moet een prijs krijgen. Nee. In plaats daarvan gaat het... Italië is hetzelfde verhaal. Salvini is nu de held van Europa. Hij houdt de toestroom tegen. En Salvini krijgt op zijn kop van Merkel, Macron enzovoort. Ja, want zij willen dat de migratie doorgaat. Het is niet waar dat de EU de immigratie wil stoppen. Het is dus ook niet waar dat u in Europa... gezamenlijk die immigratie kunt stoppen. Want zij willen dat helemaal niet. Als je Timmermans hoort, als je Juncker hoort, als je Verhofstadt hoort... zij willen allemaal diversiteit. Zij denken zelfs... Timmermans denkt zelfs dat de islam al 2000 jaar bij Europa hoort. Dat denkt Timmermans. Ik ga toch even terug. Die mensen zijn waanzinnig. Ja, u gaat nu helemaal... You are now all over the place. Ik ga even terug naar Macedonië. Die grenssluiting. Want u gaat dadelijk een grafiek plaatsen. Pas toen Macedonië de grens sloot... En daar zit je bijna aan de buitengrens van Europa. Dan heb je alleen Griekenland nog. Pas toen Macedonië de grens sloot, toen begon die vluchtelingenstroom op te drogen. Toen Hongarije de grens had gesloten, toen liepen nog steeds heel veel mensen door. Omdat andere landen en ook Hongarije zeiden... joh, als je niet hier blijft en doorloopt naar Duitsland en Nederland, zijn wij het best. Daarom moet je afspraken maken in de regio. Daarom moeten Duitsland en Nederland ook een grens sluiten. Dat is dat plan als Mali. Daarom hebben we op dit moment die instroom zo ver teruggebracht. Dat moet nog verder. Nee. Daar moeten we ook afspraken maken in Afrika. Wat u doet, is eigenlijk zeggen... ik trek Nederland terug op een eiland. Ik doe het helemaal alleen. Dat gaat niet werken. Want dat betekent dat ze dus door heel Europa wandelen. Uiteindelijk gewoon hier terechtkomen. En u zei het net al, ik kan die grens niet helemaal sluiten. Dat is niet waar. Nee, en als wel. U het toch zou doen, heeft het grote economische schade. U zegt, ik kan het wel, maar zegt u dan ook... zet er maar een hek omheen. Het gaat erom dat wij gewoon gaan controleren wie er naar Nederland wil komen. En nu is het zo dat je vanuit Italië zonder paspoort naar Nederland kan vliegen. Als wij gewoon het paspoort controleren op de luchthaven van Rome, Napels enzovoorts... en de trein die Nederland binnen wil... en er komt gewoon een mannetje en die controleert, of een vrouwtje... en die controleert paspoorten, dan is dat hele probleem weg. En u zei, ja, het hek bij Hongarije werkt niet, want ze lopen door naar Nederland. Nou, dat is dus niet meer zo als wij dat eenvoudige beleidselement... Ze lopen niet meer door. Omdat we inmiddels ze buiten Europa het tegenhouden. Het is niet waar. En dat het is de enige waar. Manier. Het is niet waar. Het cijfer staat gewoon als nu. Dat plan als Mali. Mag ik hem even afmaken? Dat plan als Mali. Wat zorgt voor opvang in de regio. En we hebben het nu één keer geprobeerd met Turkije. Ja, dat kost geld. Ja, je moet afspraken maken met landen waar je misschien niet altijd mee wilt samenwerken. Maar dat is nou eenmaal de tragiek van de internationale politiek. Je kunt niet altijd je partners helemaal uitkiezen. Dat gaat nou eenmaal niet. En nog één ding over Orbán. Orbán wordt niet aangepakt vanwege de hekken. Orbán wordt aangepakt vanwege de mensenrechten in Hongarije. Omdat Europa ook nog een waardige mensenrecht is. Ik denk dat we hem wel hebben, deze. We gaan naar de volgende stelling toe. Dat is dan, de vierde stelling komt eraan. Ja. Het is ingebracht door u, meneer Rutte. Ja. We zijn er al een beetje langs geschoren aan het begin van de uitzending. Een Nexit is rampzalig voor Nederland. Dat is eigenlijk ook de aanleiding voor dit hele debat. Toen u zei, ik wil met meneer
Baudet daarover praten, omdat ik het gevaarlijk vind. Ja, ik zou zeggen, ga je gang. En eigenlijk hebben we vanavond natuurlijk al een aantal aspecten van het belang van die samenwerking in Europa gezien. Om te beginnen, ik zie ook wat er niet goed is aan de Europese Unie. Dat zien we allemaal. Het verhuiscircus, te veel mensen die op zoek zijn naar een baantje, de bureaucratie, het feit dat de Europese Commissie, als je niet oppast, dingetjes naar zich toe gaat halen waar ze helemaal niet over gaan. Dat zijn allemaal dingen waar aan moeten werken. Dat blijf ik ook doen. Maar dat betekent nog niet dat je weggooit, dat je risico's neemt. Het belang van Nederland dat wij een sterk en sociaal land blijven, dat wij een stabiel land blijven en dat wij als land überhaupt sterk blijven en niet verder verzwakken. En je zag het vanavond terug. Want we hebben gesproken over onze banen toen we met elkaar debatteerden over de euro. Hoe belangrijk de Europese samenwerking is voor meer dan 2 miljoen banen. We hebben het gezien toen we spraken over Poetin. De risico's die van buiten Europa op ons afkomen. De belang dat we met 500 miljoen mensen af en toe ook gewoon schouder aan schouder staan. En niet Nederland in zijn eentje dan moet proberen om zo'n risico tegen te houden. En we zagen het net bij migratie. Wij kunnen niet als Nederland in ons eentje zo'n migratieprobleem oplossen. Dus Nederland is, mijn stelling, verzwakt buiten de Europese Unie, is sterker in de Europese Unie. En ja, er moet er aan de Europese Unie heel veel gebeuren en hervormd worden. Maar wij verzwakken als we eruit stappen. En als u dadelijk als grootste partij in het Europese parlement zit en daarin gaat knutselen met anderen om ons uit elkaar te scheuren, dan is dat slecht nieuws voor dit land. Goed, dank. Die nexit, meneer Baudet, is iets dat u een aantal keer heeft genoemd. Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en is daarom voorstander van de nexit, staat bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma. De vraag die veel mensen hadden die de politiek een beetje volgen was toen de PVV met die motie kwam, toen steunde u hem niet. Waarom was dat dan? Omdat wij willen een nexit via referendum. Dus wij willen een aantal referenda eigenlijk. Eentje eigenlijk over de euro, andere over de open grenzen. Wat is de volgorde? Over het Europees leger. Nou, je zou het ook allemaal tegelijk kunnen doen. Je zou mensen een formulier kunnen geven met een soort Europa à la carte. Kunnen ze aanvinken wat zij nou eigenlijk wel willen voor samenwerking en wat eigenlijk niet. Er is maar één reden dat u referendum wilt. Omdat u ruzie hebt gehad in uw partij met Otte, met Epping. U bent het volstrekt oneens. Dat is de reden waarom u voor een referendum pleit. Ik heb uw boeken gelezen. U heeft mij die stapel boeken gegeven. Er zaten trouwens een paar hele interessante boeken tussen die ik met aandacht heb gelezen. Maar als je ze doorbladert, gaan ze allemaal over nexit. Het gaat maar heel zelden over referenda. U wilt er gewoon uit. En u probeert gewoon een intern partijconflict op te lossen door nu voor een referendum te pleiten. Je zou haast denken dat Rutte van onze overstapservice gebruik heeft gemaakt. Dat hij denkt dat hij zo goed weet wat er speelt in onze partij. Nou, dat lees ik wel in de kranten. Maar en zorgt er wel voor dat het is niet waar, hè? Het is, toen Forum nog geen partij was, maar een denktank, toen campaigneden wij al voor referenda. Eén van die referenda heeft u trouwens genegeerd. Dat is het Oekraïne-referendum. Daar zijn heel veel mensen daar nog steeds boos over. Ja, maar... Maar onze oprichtingsbelofte, dat was op 1 juni 2015, precies 10 jaar na dat andere genegeerde referendum. Dat referendum van 1 juni 2005 over de Europese grondwet. Toen zei de Nederlandse bevolking met bijna 2/3 nee. En ook dat verdrag kwam er gewoon. En onze oprichtingsbelofte, dus op 1 juni 2015, was: wij gaan een nieuw referendum organiseren. Vervolgens hebben we het Peuro-initiatief gelanceerd. Dat was ook alleen maar nieuwe uitbreiding van macht en nieuwe transferunies en nieuwe steungelden als er eerst een referendum is geweest. Dus wat u zegt, het is gewoon niet waar. Het is wel waar dat ik al 10 jaar voor uittreding door Nederland pleit. Dus ik loop er ook absoluut niet voor weg. Ik sta daarvoor. Maar bent u ook niet nu als inleiding wat er in Groot-Brittannië is gebeurd en kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, dat u denkt, nou, dat moeten wij niet doen? Nee, ik denk wel dat wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurd is heel goed laat zien hoe verraderlijk de deep state is en de Remain-klasse. Want Theresa May, de premier van het Verenigd Koninkrijk, Theresa May, die heeft in naam continu onderhandeld voor uittreding van het Verenigd Koninkrijk, maar heeft eigenlijk helemaal niet de dingen gedaan die je zou moeten doen als je dat op een goede manier moet regelen. Donald Trump heeft haar aangeboden haar te helpen. Als zij dat had aangenomen, was het nu al lang geregeld, geen enkel probleem. Maar heeft ze niet gedaan. Dus ja, ik zie dat het behoorlijk onhandig gaat, maar het is absoluut niet zo, zoals u gezegd heeft, dat het een totale chaos is in het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat vinden ze zelf wel. Ik ben er laatst nog geweest. Dat vinden ze zelf wel. Waarom stemmen dan bijna 40% van de Britten morgen op Nigel Farage? Als het zo erg is. Ik heb een andere vraag.
Want volgens mij is Brexit het bewijs en de puinhoop nu in Engeland dat je dat niet moet willen. Maar ik heb een andere vraag. Gewoon even praktisch, hoe ga je dat dan doen? U gaat de Europese Unie uit, met of zonder referendum, maar uiteindelijk, stel nou, er wordt een besluit genomen, we gaan eruit. Wat betekent dat voor ons lidmaatschap van de interne markt? Wat betekent dat voor ons lidmaatschap van de douane-Unie, waar zoveel banen mee samenhangen? Gaan we daar ook uit? Als je uit de Europese Unie gaat, dan ga je dus je eigen beleid voeren op alle terreinen, onder andere douanebeleid. Dus dan kunnen wij weer zelf handelsverdragen sluiten met bijvoorbeeld Amerika, met China. Uw eigen Epping. En het wordt nu heel erg moeilijk, omdat wij door die douane-Unie van de Europese Unie gelijktijdig moeten onderhandelen met onder andere de Fransen, de Roemenen, de Italianen, de Hongaren. En die leggen allemaal hun eigen eisen op die onderhandelingstafel. Daarom dat bijvoorbeeld dat TTIP-verdrag met de Verenigde Staten er ook nu niet meer komt. En het was een wangedrocht. En daarom dat er nu ook extra quota en kosten zijn verbonden aan Goudse kaasexporteurs enzovoorts. Wij worden gestraft voor het protectionistisch beleid van andere EU-landen. Dus het is helemaal niet goed voor ons, voor een land als Nederland, dat heel open is, dat heel erg exportgericht is ook, om te onderhandelen met aan onze schouder landen die heel protectionistisch zijn. Maar denk je nou werkelijk, dus als Nederland? Ja. Stel nou, wij zijn veel even dit beter voorbeeld, af maar even, als we in ons eentje kunnen onderhandelen. Even de hoe-vraag, hè? Even dit voorbeeld. Het is een blok aan ons been. Stel nou, Nederland gaat in zijn eentje handelen voor een vrijhandelsverdrag met Japan of met Australië. Hoe groot is nou de kans dat dat een beter verdrag wordt als Nederland dat doet dan wanneer 500 miljoen mensen in de Europese Unie dat doen? En niet alleen ik zeg dat. Die kans. Maar zelfs uw eigen lijsttrekker. Die kans. Uw eigen lijsttrekker, Dirk-Jan Epping, heeft dat in 2014 overtuigend betoogd en gezegd: het afsluiten door Nederland alleen van vrijhandelsverdragen is silly. Dat gaat gewoon niet werken. Dan de interne markt. U zegt eigenlijk dus: gaan we uit die interne markt? Dat is voor Nederland, ik heb het nu al een paar keer gezegd vanavond, en voor de mensen thuis, dat is niet zonder gevolgen. Ja, maar je kunt gewoon. Miljoenen banen in Nederland komen door onze export. Ja. De interne markt is daarvoor cruciaal als je weet dat 75% van de export in Europa is. Dit soort. U zegt eigenlijk: ga eruit. Of u blijft erin, dat kan ook nog. Maar dan gaat u nergens over. Alle regels moet u overnemen van Europa. Dat kan ook nog, dat u daarvoor kiest. Maar in beide gevallen, of je gaat er niet over en je zit erin, of je zit er niet meer in en je hebt grote economische schade. Nou, het is dus niet zonder risico's om de Europese Unie te verlaten. Dit is het. Goed. We hebben hem wel, toch? Dit is het angstscenario dat continu wordt geschetst, alsof er geen landen zijn in de wereld die het uitstekend doen zonder dat ze in de EU zitten. Maar er is nog een, dat is natuurlijk onzin. Hè? Denk aan Noorwegen, denk aan Zwitserland, denk aan Israël. Maar die moeten alle, Noorwegen en Zwitserland moeten alle Europese regels volgen. Moeten maar, in veel gevallen ook heel veel betalen aan de Europese Unie. Noorwegen betaalt heel veel aan Europa en gaat nergens over. Dat wil je toch niet? Ja. Oké, we zijn eruit. Nee, maar ik maak het even hoor. Want zit al. Dat is niet waar. Over de tijd. Maar dat is. Ja, dat is onderzocht, dat is niet waar. Ze betalen per hoofd van de bevolking veel minder dan lidstaten. Ze hoeven helemaal niet de regelgeving over te nemen als ze handelen met landen die niet in de EU zitten. Want de Europese Unie heeft dan geen zeggenschap over de producten binnen het land. Luister, is het veel landbouw, maar het punt dat ik wil maken is nog fundamenteler. Nou, deze nou. Verkiezingen morgen worden nu geframed door Rutte als eigenlijk als een quasi-binnenlands debat. Waar het om gaat is, toch wel belangrijk om te benadrukken, het Europees Parlement. En daar zit u in een fractie met Guy Verhofstadt. Als je op de VVD stemt, dan stem je dus voor de fractie ALDE die meer EU wil. En ook al wilt u het nu niet, straks in Brussel wordt dat een heel ander verhaal. Dan komt er gewoon een Europees leger, Europees immigratiebeleid. Dan komt er een transferunie. En de enige manier om aan de noodrem te gaan hangen voor mensen morgen is op Forum voor Democratie te stemmen. En dat heeft helemaal niets te maken. Het heeft helemaal niets te maken. Het Europees Parlement. Het Europees Parlement gaat niet over een leger. Het Europees Parlement gaat niet over al die zaken die u net noemt. Daar gaan de regeringsleiders over en die gaan dat niet doen. Dat zijn verstandige mannen en vrouwen. Dat gaat daar niet gebeuren. Juist. Het Europees Parlement gaat dat niet doen. Nee. Dus u legt nu een schijnrisico neer. Zo zit het niet. Helaas zit het zo niet. Het is echt klaar. Jullie kunnen doorpraten, maar we worden er gewoon uitgestuurd. Dat is ook de NPO. We zijn aan het einde gekomen van dit debat. Morgen gaan we allemaal stemmen. Dat dus wel. Ziet u overigens ook nog enige toenadering tot elkaar? Of zegt u van nee, we zijn nog verder van elkaar af te komen? Moet ik eerst de tape terugkijken om te zien waar dat zat. Morgen.
16 partijen voor Nederland in een parlement van 751 zetels. U deed de oproep al gaan stemmen en u had daar zelfs al een partij bij gekozen. Ik neem aan dat u als premier ook een oproep doet om te gaan stemmen. Ja, ik weet niet of ik dat daar mag doen. Ik zou, u mag het op elke camera doen wat u wil. Ik zou heel Nederland willen oproepen morgen te gaan stemmen. We hebben vanavond fel gedebatteerd. Maar uiteindelijk morgen is het allergrootste belang dat we allemaal naar de stembus gaan. Het is bijzonder dat we een democratie zijn. Het gaat morgen ergens over hoe gaan we verder, ook met de Europese Unie. Ik hoop dat iedereen gaat stemmen morgen. Dat is echt van belang voor Nederland. Maak gebruik van je democratisch recht. En daar zijn jullie over. Zijn wij het dan tenminste helemaal eens. Wat ze daarover zeggen. Tot morgen.